We zijn hier bij het Honors programma van Winnerzijm in Almere. En dit traject doen we samen met leerlingen van twee technasia. De opdrachtgever is de provincie in het kader van Talent Kleurt Flevoland. En we zijn aan het kijken hoe we het Lelystad Airport duurzaam kunnen ontwikkelen. Vanavond zijn we bij elkaar om leerlingen en studenten elkaar de plannen kunnen laten zien. En ze bevragen elkaar kritisch daarover, zodat ze hun plannen kunnen aanscherpen. En in het tweede deel van de avond komen er belanghebbenden van het vliegveld langs. Die allemaal hun eigen kijk op het vliegveld hebben. En die met de studenten ook gaan sparren om te kijken of ze de plannen kunnen verbeteren. Ik werk bij de afdeling gebiedsprogramma's in Europa. En een van onze gebiedsprogramma's is Lelystad Airport en Lelystad Airport Business Park. En daaruit hebben we ons ook bezig gehouden met deze opdracht. De opdracht is om de luchthaven zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Iets waar we zelf natuurlijk ook mee bezig zijn. En deze studenten en leerlingen over na willen laten denken. Ja, en op 28 januari dan presenteren de studenten hun eindresultaten. En dan kijk ik echt erg naar uit. Ik ben heel benieuwd wat ze daar gaan presenteren.